kan bij zo'n inrichting van een jaarrekening kan je verschillende kanten op. Je kan voor kleine ondernemingen bijvoorbeeld fiscale grondslag. Ik heb daar ook een rangschikking. U ziet, qua transparantie staat dat eigenlijk helemaal onderaan. Maar qua administratieve lastenverlichting staat dat weer bovenaan. En als we even doorgaan naar titel 9, IFRS, SMB en IFRS, dan ziet u dat dat eigenlijk heel mooi precies met elkaar in strijd is. Althans, meer transparantie betekent meestal hogere administratieve lasten en andersom. En eigenlijk in deze kaleidoscoop van mogelijkheden zou je eigenlijk als MKB-ondernemer moeten bepalen waar je wil zitten. Dat hangt natuurlijk van allerlei elementen af en een paar van die elementen wil ik met u bespreken. Ik ga eerst maar eens even naar die fiscale grondslagen. Stel dat je nou kiest voor fiscale grondslagen. Wat doe je dan? Nou, dan doe je eigenlijk iets wat je voor Peter ook moet doen. Namelijk, je hebt toch een fiscale aangifte. Daar moet je grondslagen voor toepassen. En dan ga je voorzieningen vormen of niet. Of je gaat proberen een incidenteel fiscaal nadeel te voorkomen. Maar datzelfde doe je dan ook in je commerciële jaarrekening. Diezelfde grondslagen. Nou, dat voelen we allemaal wel aan. Dat is makkelijk. Dat is voor ons administratief systeem makkelijk. Dan hoeven we niet extra informatie te verzamelen voor de commerciële jaarrekening. Dus qua administratieve lasten ligt dat helemaal onderaan. Dat betekent niet dat een aangifte dan ook een jaarrekening is. U moet nog wel wat doen. Hè? U moet het nog wel een beetje omzetten in een normale balans- en winst- en verliesrekening. Wat toelichting geven, modellen enzovoort. Maar toch, het bespaart zeker. Je zou dus denken dat ondernemingen, kleine ondernemingen, waar administratieve lastenverlichting helemaal voorop staat, dat er heel veel gekozen zou worden voor fiscale grondslagen. Ik heb even een onderzoek. We zitten hier in de universiteit, dus ik moet ook af en toe wat de resultaten van onderzoek laten zien. Robin Litjes, BDO, die heeft dat gekeken voor 2009. En die heeft vastgesteld dat er 292 ondernemingen zijn die gebruik maken van deze sinds 2007 bestaande optie om fiscale grondslagen toe te passen. En hoeveel ondernemingen zijn er nou? Ik heb daar eventjes de bron. 864.000. Lijkt me best heel veel. Ik heb ze niet nageteld, maar ik heb de bronvermelding. Dat moet je ook altijd in de wetenschap doen waar je het vandaan haalt. Op een hele eenvoudige bron, nu.nl. Per 1-1-2010. Maar ik ga er maar even vanuit. Het gaat ook niet om het getal, maar het gaat er maar even om hoe weinig ondernemingen dus gebruik maken van die fiscale grondslagen. Dat is eigenlijk opvallend. Ik kan bij Ernst & Young, toen dat er was, met die fiscale grondslagen, hebben we stapels brochures laten drukken. Ja, 95% ligt er gewoon nog. Er is ook helemaal geen vraag naar. U denkt er amper over na, heb ik wel eens de indruk, of dat nuttig is, ja of nee. Hoe komt dat nou? Ja, misschien is dit wel de belangrijkste verklaring. In al die gevallen die dan onderzocht zijn, die 292, of misschien ietsje minder onderzocht, maar de steekproef eruit. Bijna altijd leidt het tot een lagere solvabiliteit, het toepassen van fiscale grondslag. Voorzichtigheid is een belangrijkere rol en zo speelt dat. En realisatiebeginsel en historische kostprijs, terwijl je anders misschien op iets andere grondslagen nog mag zitten. En een lagere solvabiliteit betekent ook in heel veel gevallen dat je minder dividend uit je onderneming kan halen als kleine onderneming. Dus ook dat is nog een belangrijk aspect wat daarbij een rol speelt. En een van de dingen die je daar ook ziet is fiscaal moeten deelnemingen tegen kostprijs worden gewaardeerd. Commercieel waarderen we over het algemeen deelnemingen tegen netto vermogenswaarde. Netto vermogenswaarde is bijna altijd hoger dan de kostprijs, zeker als je deelnemingen van een iets langere datum hebt. En als je dus lager moet waarderen, dan heb je dus ook een minder eigen vermogen. Ook de mogelijkheid tot versnelde afschrijvingen. Dat is fiscaal misschien heel aantrekkelijk om snel af te schrijven. Maar commercieel naar de bank toe wil je dat misschien juist niet doen. Dus u ziet dat misschien een van de dingen verklaart waarom fiscale grondslagen, hoewel administratief qua belasting het meest gunstig, dat toch minder aantrekkelijk is. Mag van mij, Standard business reputation komt eraan. En, ja, ga ik ook iets over zeggen. Maar daar willen de bank met name fiscaal gaan waarderen. Ja. Dus ik denk dat het was toen 292 wat we waarnemen, maar het worden er heel snel veel meer. Oké. U bent optimistisch. Maar je moet wel even bedenken wat dat gevolg heeft als u, stel dat u DGA bent. U wilt toch ook eigenlijk wat uit die onderneming halen? En als dat dus veel minder kan, dan moet je daarbij afvragen. Kijk, een oplossing is wel RJ-uiting 2011-4. Ik ga ook eens over regelgeving zetten hierbij. Daar wordt een soort afwijking toegestaan dat je misschien wel deelnemingen tegen nette vermogenswaarde mag waarderen daartegen, als dat door fiscale autoriteiten wordt toegestaan. Nou, dat zou een verlichting kunnen zijn om in ieder geval dat probleem weg te werken.